De moordenaar van Melissa Ulrich wil vervroegd op vrije voeten komen. Maar het Openbaar Ministerie wil dat hij zijn hele straf van 20 jaar cel uitzit. Een tropisch warme dag vandaag met maar liefst 32 graden. Wat betekent dat eigenlijk voor huisdieren? Konijnen die kunnen ook heel slecht de warmte kwijt. Dus daar kun je bijvoorbeeld een koelpad voor kopen in de dierenwinkel. En er worden steeds meer kersen geteeld in Nederland. Maar kersentelers zijn niet erg positief over de toekomst. Het is niet armmakend, zo is het ook niet. Maar het is niet zo dat ik als ik jong was zou zeggen van ik ga kersenteler worden. Goedenavond. Komt de moordenaar van Melissa Ulrich op vrije voeten? Nou, niet als het aan het Openbaar Ministerie ligt, bleek vandaag bij de rechtbank in Arnhem. De man is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de gruwelijke moord in 2006 op de 19-jarige Arnhemse en heeft een verzoek tot vervroegde invrijheidstelling gedaan. Melissa komt op 23 mei 2006 om het leven bij een brand in haar flat in Arnhem. Uit onderzoek blijkt dat ze is vastgebonden, met spiritus is overgoten en in brand is gestoken. Enkele weken later wordt de verdachte opgepakt. Hij ontkent de moord, maar valt door de mand als hij een politieinformant daderinformatie geeft. De rechtbank veroordeelt hem in oktober 2007 tot 20 jaar cel. De man, die ook vandaag ontkende de moord te hebben gepleegd, moet nog 4 jaar zitten, maar komt inmiddels in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating. Het Openbaar Ministerie vindt dus dat hij zijn gehele celstraf uit moet zitten, omdat de reclassering zegt dat de kans op herhaling groot is. En de rechter moet nu dus beslissen of de man wel of niet vervroegd op vrije voeten komt. Tropische temperaturen vandaag, voor onszelf al niet zo prettig, maar hoe zit het met onze huisdieren? Wat vinden hond, kat, konijn en parkiet van deze temperaturen? En hoe kan je ze beschermen als de hitte te erg wordt? Het is ontzettend warm voor ons al. Laat staan als je zo'n dikke vacht hebt. Ook bij het dierenpension in Harderwijk moeten ze met dit soort dagen alle zeilen bijzetten. Hi, goedemorgen. Ja, het is wel eventjes wennen hoor. Het is eigenlijk sinds lange tijd de eerste echte warme dag. En dus het is even goed te organiseren. Je bedenkt van tevoren al dat je bijvoorbeeld 's middags geen wandelingen doet met de honden. Verder doen we zo vroeg mogelijk de honden op het veld. We hebben best wel veel honden. En daarnaast in de kittenkamer bijvoorbeeld maken we vast een bak klaar met wat leuke speeltjes erin. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de langoren en de vogels? Voor vogels zo'n dun laagje in de kooi, dun laagje water in een diep bord of zo. En dan vinden ze het ook heerlijk om er even te badderen. Konijnen die kunnen ook heel slecht de warmte kwijt. Dus daar kun je bijvoorbeeld een koelpad voor kopen in de dierenwinkel en die erbij leggen. En dan kan de konijn zelf kiezen, ga ik erop, ga ik daarnaast. Kijk, het is sowieso koeler in het hok als je zoiets neerlegt. Dus dat is sowieso fijn voor ze. En zelf natuurlijk ook genoeg water drinken. Ja, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor de dieren zorgen. Dus ja. De kersenteelt zit in de lift. Sinds de jaren 90 is het grondoppervlak voor de kersenteelt in Nederland bijna verdrievoudigd. Ook dit jaar nam dat oppervlak nog met 1,5% toe. Maar er zijn beren op de weg. Nu, aan het eind van het kersenseizoen, zijn er grote zorgen voor het volgende jaar. Ja, de stilte overheerst op het kersenbedrijf van de broers Van Helst bij Liende. Het is gedaan met de kersenoogst. Eind aan een kort kersenseizoen dit jaar. Ja, elk jaar is anders. Vorig jaar was 20 augustus. Dit jaar waren ze gewoon vroeg. Het natte voorjaar zorgde voor de nodige problemen. De natte stad hier voor ons betekent dat we heel veel schade hadden in de latere rassen. Gescheurde kersen. Een groter probleem is de Suzuki fruitvlieg. Die wordt bestreden met het middel Tracer. Maar dit middel vervuilt het oppervlaktewater en is straks verboden. Dit terwijl de broers Van Helst nieuwe geavanceerde spuitapparatuur hebben. Wij maken er wel alles mee spuiten, toegelaten middelen. Maar misschien dat volgend jaar de tracer niet meer toegelaten is. En wat zou dat betekenen? Einde verhaal. Waarom? Ja, vreet die kels op de vliegjes. Volgens Wouter is het middel tracer juist biologisch. En zijn er geen alternatieven. Een gevaar voor de hele zachtfruitsector. Zit er dan nog wel toekomst in de kersenteelt? Alles wat duurder, behalve de kersen. En het is niet armmakend, zo is het ook niet. Maar het is niet zo dat ik als ik jong was zou zeggen van ik ga kersenteler worden.
Tegen het eind van de schoolvakanties verrijzen op veel plaatsen bouwdorpen. Ook in Zevenaar, waar ondanks de hitte de opkomst groot was. Ik zag in de timmer al heel wat jaren, dus het komt wel goed. Een 22-jarige zwemmer is gisteren in Harderwijk uit het water gehaald nadat hij in de problemen was gekomen. Het gebeurde aan het strandeiland. Nadat de man uit het water werd gehaald, is hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die op het strand waren, moesten dat verlaten, zodat de traumahelikopter veilig kon landen. Hoe het nu met de zwemmer gaat, is onduidelijk. In Zaltbommel is het plafond van de Zeeman naar beneden gekomen. Het plafond zou onlangs zijn gerenoveerd. Niemand raakte gewond, omdat het winkelpersoneel op tijd zag dat het plafond begon te zakken. De brandweer controleert nu of het pand veilig genoeg is om aan de reparatie te beginnen. En gisteravond heeft er een brand gewoed in een woning in Kapel Avezaath. Het zou gaan om een leegstaande woning. De brandweer heeft het vuur geblust, maar moest daarvoor wel een hoogwerker inzetten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Zwemmen tegen kanker. Dit jaar is Nijmegen een van de plaatsen waar dit op 1 september gaat gebeuren. Doel van Swim to Fight Cancer is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen. En de teller staat al over de 2 miljoen. Ook Thomas uit Doesburg doet mee. Een warme zomeravond bij de Oude IJssel in Doesburg. Tijd voor de wekelijkse training van Thomas en zijn vrienden. Eind oktober ontdekte ik bij mezelf tilborgkanker. En daar ben ik voor behandeld. Eerst een operatie, daarna een chemokuur gehad. Daarna nog een operatie gehad. En gelukkig begin dit jaar dat afgerond. En nu bezig met mijn herstel. En zo kwam Swim to Fight Cancer op zijn pad. Ja, ik speel waterpolo, dus ik wil heel graag weer op conditie komen. Dus op een maandje beginnen weer. En dan wil ik eigenlijk weer gewoon de basisconditie goed hebben. Bijna 25 clubgenoten en vrienden zwemmen met Thomas mee. Ieder met eigen persoonlijke redenen. In mijn familie is het al een paar keer voorgekomen. Dus er zijn in het afgelopen jaar 4 mensen die mij heel dierbaar zijn, die toch wel geraakt zijn door kanker. En dan Thomas uiteraard, een teamgenoot van mij. Dus het is voor mij wel belangrijk om wat terug te doen. Zelf heeft Thomas ook nog een belangrijke tip voor alle mannen. Vaker je ballen controleren. Totdat ik tilborgkanker kreeg, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat het inhield en wat erbij kon kijken. En controleerde ik eigenlijk mijn eigen testicles nooit. Ja, dat was een van de voorwaarden om zijn blog te volgen. Dus af en toe controleer je wel eens, ja. Als er wat is, gewoon direct naar de dokter gaan. Niet schamen, niet wachten, niet uitstellen, gewoon gaan. Ja, toch? Proost. Proost. De vakantie is weer bijna ten einde en dat betekent dat er traditiegetrouw veel bouwdorpen in onze provincie te vinden zijn. Zo ook in Zevenaar, waar zich dit jaar een record aantal kinderen heeft ingeschreven. Maar niet iedereen kwam opdagen vanwege het weer. Vandaag zijn er zo'n 520, 530 kinderen. We zijn uitverkocht, dus volledig zou dat 600 moeten zijn. Waarschijnlijk omdat het heel warm wordt vandaag en een paar kinderen thuis worden gehouden daarvoor. Maar ondanks de hitte hadden veel kinderen er zin in. Gewoon lekker bouwen, doe wel een beetje voorzichtig. Soms even in de schaduw lekker zitten, even wat drinken. Ik zag in de timmer al heel wat jaren, dus het komt wel goed. Jullie hebben hier ook al mooie hoes overheen gespannen. Is dat tegen de warmte? Of? Ja, dat is tegen de warmte, alleen de zon staat nog niet helemaal goed. Toch kon vanwege het warme weer niet alles doorgaan. We hebben normaal gesproken soep maken en broodjes bakken en het sminken, maar dat gaat helaas niet door. Maar voor veel kinderen maakt dat niets uit, want die willen hutten bouwen. En dan is het de bedoeling dat deze stapel pallets straks helemaal weg is. En dit was het Gelders Nieuws in onze app en op de site vindt u meer. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer met Raymond Klaassen. Ik wens u nog een fijne avond. Goeiedag.
tropische warmte vandaag in Gelderland. Zeg maar gerust tropische hitte, ruim boven de 30 graden. Ja, vakantietijd, nog steeds wel veel buitenactiviteiten zoals hier, waar hutten worden gebouwd. Maar als het dan echt te heet wordt, ja, dan zoek je toch wel wat verkoeling, zoals op deze foto mooi is te zien. Ook morgen wordt het nog zo'n hete dag, dan waarschijnlijk ook nog een stuk benauwder, want de luchtvochtigheid die gaat omhoog. Vanavond en vannacht in ieder geval ja, brede opklaringen. En dat betekent dat er vanavond nog volop zon is. En ook die hoge temperaturen. En ook vannacht zal het niet koud gaan worden. Morgen komt er geleidelijk aan wel wat meer bewolking. En later op de dag ook wel kans op een paar forse regen- en onweersbuien. En ook woensdag is dat het geval. En dan wordt die hitte echt wel verdreven. Dan gaan de temperaturen weer lager uitkomen. Nou, vanavond is het afhankelijk nog tropisch. Als de zon eenmaal ondergaat, dan is het zo'n 27 graden op de meeste plaatsen. Waait een zwakke wind uit het zuidoosten. In de nacht misschien hier en daar wel wat wolkenvelden. Temperatuur blijft hoog, boven de 20 graden. Op veel plaatsen spreken we echt wel van een tropische nacht. En als u dan niet kunt slapen met die hoge temperaturen, is het misschien wel een idee om even naar de sterrenhemel te kijken. Want deze nacht verwachten we veel vallende sterren. Morgen dan beginnen we met wat meer wolkenvelden hier en daar. In de middag kunnen die wolken uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui. Het is dan inmiddels wel weer 30 tot lokaal 33 graden geworden. De buien die later op de dag kunnen ontstaan, kunnen gepaard gaan ook met hagel, veel water in korte tijd en ook windstoten. Ook in de avond is dat wel mogelijk. Maar ze hebben wel een lokaal karakter. Op heel veel plaatsen zal het ook gewoon droog blijven. Op woensdag is dat niet het geval, dan op meerdere plaatsen die onweersbuien. 25 graden kan het daar nog worden en de dagen erna wat lagere temperaturen. Zo rond de 23 graden met zonnige perioden. Alleen vrijdag is er wel weer een kans op een bui. Nog een fijne dag.